Mijn naam is Bas Vroegen en ik ben directeur van Paradox. Wij zijn producenten van tentoonstellingen, films af en toe, websites, boeken. Wij zijn een plek, een producent van documentaire producties. Wij hebben geen plek, zoals wij leiden een zwervend bestaan. Maar zeggen, onze producties reizen de wereld rond. En een van de locaties die wij ook aandoen is Noorderlicht. Noorderlicht is een tentoonstellingsmachine waar je iedere keer weer verbaasd over bent. Het aantal projecten wat hier jaarlijks de revue passeert is ongelooflijk. En of dat nu te maken heeft met het feit dat het juist niet in de Randstad is gepositioneerd, waardoor de infrastructuur van toeleveringsbedrijven geringer is. Ik weet het niet zeker, maar hier is een in-house productiecultuur. Samenstellen, researchen, produceren, printen, de wereld inschoppen van grotere en kleinere tentoonstellingen die zijn weergen niet kent. Dat gaat eigenlijk allemaal op een ongelofelijke no-nonsense manier. Mensen die roepen dat Noorderlicht niet deelneemt in het debat. Nou, in sommige debatten nemen ze misschien geen deel aan. In andere debatten zijn ze buitengewoon aanwezig. Die beelden functioneren, roepen heel veel vragen op, die tentoonstellingen op. Ook, en ze staan midden in het leven van de documentaire fotografie. Heel belangrijk dat Noorderlicht doorgaat. En met de volledige steun van de bredere kunstgemeenschap en niet alleen de beelden, niet alleen bekeken wordt vanuit een beeldende kunstoptiek. Dat is onmogelijk en eigenlijk wezensvreemd aan de essentie van documentaire fotografie, waar het soms een raakvlak heeft met die beeldende kunst, maar veel vaker met journalistiek of met film. En dat is de essentie van die documentaire en daar staat Noorderlicht als geen ander voor. Ja, het is duidelijk. Er is maar één conclusie. Noorderlicht moet blijven.